Ja, vandaag was de eerste officiële dag na de vakantie. Hoe is het gelopen voor de basisschool? Heel goed, denk ik. Alle kinderen zijn natuurlijk blij als ze weer naar school mogen. En we hebben natuurlijk voor de grote vakantie al volop kunnen oefenen met gewoon normaal lesgeven. En wij zijn hier op de Vlinderboom in Loon op Zand heel blij met dat iedere groep zijn eigen tuintje heeft. Met een eigen deur naar buiten. Zodat kinderen en ouders niet in de aula hoeven te komen. We hebben geen moeilijke dingen hoeven bedenken voor qua routing. Kinderen komen via de eigen deur hun eigen tuintje in de eigen klas binnen. En via diezelfde uitgang gaan ze ook weer naar buiten. Ouders blijven dus buiten staan, ieder bij het eigen tuintje van hun kind. En dat is eigenlijk ideaal in deze coronatijd om dit nu zo toe te passen. Vandaag zijn de scholen in Nederland weer begonnen. Zo ook basisschool De Vlinderboom in Loon op Zand. Maar hebben de kinderen er zelf een beetje zin in? Nou, het is super leuk op school en ik wil er eigenlijk gewoon blijven de hele nacht en dag, maar dat kan niet. En we staan hier in een tuintje. Wat zijn jullie daar aan het doen? Nou, we zijn hier aan het omkart aan het weg doen en we gaan plantjes planten en we zitten in teams. En ik zit met Jelt in een team. En ik weet niet met wie de anderen in een team zitten, maar we zijn heel veel en het is heel leuk om dit te doen. Hoe bevalt je eerste dag op school hier? Wel goed, ik doe wel leuke dingen. Zoals? Ik heb nog heel veel spelletjes gedaan net en ik heb niet heel veel gewerkt. Begrijpen de kinderen een beetje wat er gebeurt en hoe ze zich aan de regels moeten houden en lukt dat ook een beetje? Ik vind kinderen van de basisschoolleeftijd heel flexibel daarin. Ze hebben natuurlijk geleerd tijdens de corona dat ze niet naar de sport konden. Dus ze hebben natuurlijk heel goed gemerkt wat wel en wat niet kan. En op school loopt het eigenlijk redelijk vanzelfsprekend. De regels met extra je handen wassen, verantwoordelijk voor je eigen tafel en stoeltje. Dat je dat even afdoet voor je naar huis gaat. En dat gaat eigenlijk heel automatisch. Kinderen pikken dat gewoon heel makkelijk op. Straks zit je eerste dag op school erop. Wat ga je nou tegen papa en mama vertellen van hoe het was? Superleuk, want ik vind het ook heel leuk dat ik op tv kom. En dat ik in een tuintje werk met Jente. En dat vind ik nou juist superleuk.